Mijn naam is Lenuska Williams. Ik ben 33 jaar oud en ik woon in Amsterdam Zuidoost. Mijn doel is om lekkerder mijn vel te voelen en om meer energie te hebben. Langer mee te kunnen gaan met de kinderen. Sinds ik ben begonnen met het project ben ik gestopt met laat eten. Mijn porties die zijn ook kleiner geworden en ik eet bijna geen brood meer. In plaats van brood eet ik crackers of fruit, cornflakes, krusli of zo. Dus mijn eetpatroon is wel heel erg veranderd. Als ik terugkijk, het begin van het project was zwaar, want ik had helemaal geen conditie. Dus de eerste paar weken had ik echt heel veel spierpijn. Maar nu, het gaat beter. Ja. En mentaal, ja. Uithoudingsvermogen en ik heb veel energie. Ik voel me lekkerder in mijn vel zitten. Dus ja, het gaat goed. Met kerst en oud opnieuw, ja. Yeah. Daar ging het niet zo goed. Ik heb heel veel gesmokkeld. En heel ongezond gegeten. Maar ja, 2015 ben ik weer bezig met een gezonde eetpatroon op te bouwen. En het gaat goed. De groep, ja, de groep is heel gezellig. Maar de dames is altijd lachen. Ja, we moedigen elkaar ook aan. Dus ja, het is net een kleine familie. En de instructeurs, die zijn streng. Maar goed streng. We hebben het wel nodig, dus ja. Ik zou dit aan iemand aanraden, want het is goed voor je zelfvertrouwen, je zelfbeeld, energie. Gewoon een gezonde levensstijl gewoon. Dus het is haar aanrader. Neem even de slok, je drinkt als het nodig is, maar de rest van het nummer staan.